Hallo allemaal, dit is Ferry, Alexander en ik ben Ian en wij houden onze presentatie over binair rekenen. Als eerst gaat Alexander ons iets vertellen over binair rekenen. Welkom bij de spoedcursus Binair Rekenen. We gaan jullie nu zo snel mogelijk proberen uit te leggen wat binair rekenen is. Oké, daar gaan we. Binair rekenen is de taal die computers gebruiken om te rekenen. Het gaat met eentjes en nulletjes. Een eentje staat voor een stroompje aan en een nulletje voor een stroompje uit. Bijvoorbeeld het getal 1, 1, 1, 1. Heel makkelijk. Om dat eigenlijk uit te rekenen hoeveel dat is in gewoon normale getallen, ga je er cijfers van maken. Je leest bij binair van rechts naar links. En bij het eerste getal zet je een 1 onder. Bij de tweede wordt een 2. Bij de derde 4. En bij de vierde 8. Omdat je bij rechts begint, ga je kijken wat er onder de... Onder de 1 staat, 1 staat aan, dus heb je 1. Bij de 2 staat 1, staat een eentje boven, dus die staat ook aan. Bij 4 staat een eentje boven, die staat dus ook aan. En bij 8 staat ook een eentje boven, die staat dus ook aan. Dus dan moet je al die cijfers gewoon bij elkaar optellen. En dan kom je uit op het getal 15. Oké, ditzelfde gaan we nu doen voor het getal 1, 1, 0, 1. Dat houdt in dat de 2 niet meedoet. Dus dan krijg je het getal 13. Want 1 plus 4 plus 8 is het getal 13. De 2 die doet niet mee omdat daar een 0 bij staat. Dat betekent dat het stroompje dus niet stroomt. En dan gaan we nu nog één voorbeeld doen met het getal 1001. Dat is 9, want de 1 die staat aan en de 8 staat aan. Dat is dus samen 9. Nu gaan we er nog één vakje bij doen. In plaats van als je 1, 2, 4, 8 hebt, hebben we nu 1, 2, 4, 8 en 16. We zetten de 16, de 8 en de 1 aan. Dit maakt 25. Nu gaan we er nog een vakje bij doen. In plaats van dat je 1, 2, 4, 8 en 16 hebt, hebben we nu 1, 2, 4, 8, 16 en 32. We zetten de 32 aan, de 16 aan, de 8 en de 1. Dit maakt 57. Je kan natuurlijk ook van een decimaal getal naar een binair getal. Dat doe je door telkens het grootste getal ergens in te krijgen. Dus bijvoorbeeld het getal 8. Dat is natuurlijk heel makkelijk, dus gewoon 1, 0, 0, 0. Want alleen de 8 staat dan aan. Bijvoorbeeld het getal 10 kan je maken tot 1, 0, 1, 0. Dus dan zet je de 8 aan en doe je 10 min 8, hou je nog 2 over. En dan zet je de 2 zet je aan, dus dan heb je het getal 10. Nu wat grote getal, bijvoorbeeld 324. Dat is bijvoorbeeld het binair getal 10100010000. Dat reken je uit door. Als je het getal 324 neemt en je gaat naar het grootste getal kijken wat je erin zou kunnen passen, dat is 256. 324 min 256 is 68. Dan ga je kijken waar 68 in past. Dat is 64. Dus 68 min 64 is 4. Dan hou je 4 over. En dan zet je de 4 ook nog aan. Dus krijg je het getal 10100010000.